De volgende deelnemer in een eerste ronde deze eeuw is Rachel Hazes. Zeg ik dat goed? Is het Rachel of Rachel? Zeg maar Haas. Nou, leuk dat u er bent. Ik doe het puur voor drie, hè? Natuurlijk. Voor de enkeling die u wellicht niet kent, u bent de weduwe van volkszanger André Hazes. Ja, binnenkort komen mijn boeken uit. Kijk aan. Ja, dat is zo'n dik aan elkaar genaaid pak papier met letters en een hele mooie koft met foto's. Ja. En met de waarheid, hè, over Dree. Ja, en ook dat gebeurt allemaal uit respect voor Dree. Ja, dacht het wel, ja. 24,95 gaat het kosten als we de rechtszaak tegen zijn ex winnen. U timmert al met al behoorlijk aan de weg en dat allemaal vooruitlopend op het grote herdenkingsconcert waarin de as van Wijlen Dree... Van wie? Van uw man zal worden afgeschoten in het werk. Nee hoor, het gaat gewoon allemaal de lucht zien. Dat zeg ik. Nou, verder komen er drie sleutelhangers en flessenopeners, neptato's. Zelfde tato als die van Rox en Kleine Dree. De bril, de hoed. The works. Nee, dat zo weer niet. Nou, net als bij Elvis zitten we erover na te denken om ons huis in Vinkeveen open te stellen voor toeristen. Als in Memphis, Tennessee, Graceland. Ja. Maar dan heet het Dreesland. Kijk aan. Uit respect voor Dreeën. Uiteraard. Ik zou zeggen, als u er klaar voor bent, dan kunnen we beginnen. Doe maar. Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer hoeven te sterven. Aldus Friedrich Nietzsche. Proost. Ik noem u 9 herdenkingstekens en dan u de vraag voor welke grootheid is dit opgericht. Timothy Leary, Willem van Oranje, Dodi en Diana... Farao Ramses, de onbekende soldaat. Diana Spencer, Jim Morrison, Johnny Jordaan en André Hazes. Klaar voor? Op hoop van zegen, hè? Prima. 1. Een standbeeld in het warenhuis Herrets dat het meest lijkt op een jonge Søren Lerby die een albatros voert. En... Diana en Dodi. Ja, mooi. Heel mooi in de winkel. Ja, het verdree ook mooi geweest, hè? Bijkorf of zo. Kom ik ook vaak. Het is lekker makkelijk. 2 vliegen in een klap. 2. Een piramide... Ja, sorry hoor. Ja, sorry, maar dan moet ik meteen denken aan Farao Ramses. Daar haalde Dree altijd zijn broodjes warmer. Ja, ik snap de emotie, maar de tijd tikt door. 3. De graftombe in de grote kerk van Delft. Ja, er was ook wel wat geweest voor Dree, ja. Maar dat mocht niet van de familie van Oranje, hè, vanwege ja. Dree zijn daden en zijn doen. 4. De Arc de Triomf. Is dat voor die onbekende soldaat? Ja, zeg me niks. Maar goed, als een vrouw maar bekend geworden is, hè, gaat het om. 5. Een eiland in het meer Round Oval, nabij Northamptonshire. Oh, dat is voor Diana in de eentje. Dat heeft ook wel wat, zo'n eilandje, hoor. Heb ik ook nog aan gedacht voor Dree. Pampus, ja. Dat was mooi geweest, hè. Ja, denk aan je tijd, denk aan je. Dree heeft zijn leven zo vaak voor Pampus geleden. 6. Afgeschoten in een baan rond de aarde. Dat is Dree, over een paar weken. 7. Meest bezochte graf van de Parijse begraafplaats Père Lachaise. Geen idee. Parijs is al klote eindweg. We gingen altijd naar Spanje. 8. Standbeeld op de Elandsgracht voor de grootste Amsterdamse zanger aller tijden. Oh, dat moet Rees zijn. Heb ik al verteld dat er een boek uitkomt? Ja, dat denk aan de tijd. 9. Best bekeken televisieprogramma rechtstreeks vanuit de Amsterdam Arena. Oh, dat is Dree. Dus waar ik eerst Rees zei, dan moet je iets anders invullen. Stop. Prima. Zet u een joker in? Nee. Kleine Dree moest gewoon naar school. Tuurlijk. Het spijt me, maar het was niet goed. Oh, nou ja, jammer. Nou ja, ben ik toch weer een keer op tv geweest, hè, voor Dree. En voor de rest heb ik een klokje voor u. Oh, mooi. Krijg jij van mij mijn boek, hè, als het uitkomt. Prima. Dank voor uw komst. En we kijken natuurlijk allemaal uit naar het herdenkingsconcert. Want net als Elvis was André Hazes natuurlijk een volksheld puur zang. Puur zang, ja. Puur zang. Hij schreef ook al zijn teksten zelf, hè. Ja, echt een man met een hart van goud. Ik heb het laten omsmelten, hè, zie je? Dat is mooi, hè?